Het zal weer even wennen zijn voor VVSB. Spelen op zondagmiddag. Een aantal jaren uitkomend in de derde divisie zaterdag. Maar nu door de KNVB geplaatst in de zondagdivisie. Waar ze eigenlijk ook oorspronkelijk vandaan komen. Kwik met de eerste mogelijkheid. Nabil Haddadi in de handen van Ruben Valk. Leroy George aan de bal namens VVSB. Overgekomen van de treffers. Heeft een enorme lijst aan clubs in het betaalde voetbal. Speelde ook in Turkije, in Australië, bij FC Utrecht, bij NEC. En nu overgekomen van de treffers. En hij schiet zo hard dat de tegenstander even gevloerd is. Even groggy, maar kan verder. Dit is de redding. Fekunda dan. Ja, prachtig gekiept hoor, van die Zundendorp. En is dan eindelijk het gevaar geweken voor de Haantjes. Van Leeuwen. De man die vorig seizoen ontsnapte aan degradatie uit die derde divisie zaterdag. Het was miraculeus, de ontlading was groot. En ze zijn blij dat ze er weer bij zijn. Van Nieuwkerk komt door naar Leroy George. Leroy George, rommelen, duwen, trekken, bal blijft liggen. Daar is Van Nieuwkerk, nou boem. Jesse Van Nieuwkerk. We kennen hem nog uit zijn tijd bij Quick Boys. Komt nu over van Sparta Nijkerk. Hij heeft gevoetbald bij GVVV. En scoort eigenlijk overal. Nu ook voor de ploeg uit Noordwijkerhout. Die halverwege de eerste helft dus op een 1-0 voorsprong komt. Maar het is niet zo dat Kwik echt de mindere is hoor. Creëren kansen. Mazar met de bal over. Ja, het is wachten op die goal hè. Misschien nu uit een doodspelmoment. Bal wordt verlengd. Van der Heijden. Het ziet er makkelijk uit. Maar het is een moeilijk hoor. Maar hij doet het uitstekend. Frank van der Heijden, die aanvoerder van Kwik. Met de gelijkmaker voor de ploeg van Paul van der Zwaan. Er zijn wel mensen weggegaan bij Kwik. Maar Paul van der Zwaan, ja, die blijft er altijd. Werkt er al sinds het seizoen 2015-2016. Met de mogelijkheid, nou ja, mogelijkheid. Dat was eigenlijk een zondagschot voor Lofo Sam. Tweede helft inmiddels dus. VVSB in de aanval van Otterlo. Overgekomen van Rijnsburgse Boys. Bediend van Nieuwkerk. Schot gesmoord. Alleen Kwik schakelt niet snel genoeg. Van der Heijden. Kwik zoals altijd. Verzorgd voetbal. Dat is een van de eisen van de trainer, Paul van der Zwaan. Ja, het is te lang treuzelen. Maar de Olsendrijver kan ingrijpen. Sneller schieten. En dan heb je kans op een treffer. Het blijft 1-1. Met Van Nieuwkerk, die het nog maar eens met het hoofd probeert. Is ongeveer 2,25 meter. Dus dan moet je maar eens een keer koppen. Het blijft 1-1. Kwik wil natuurlijk die eerste thuiswedstrijd winnen. Van der Heijden. Bal valt lastig. Schot gekraakt. Wordt nog een hoekschop. Ja, daar zijn ze het niet mee eens. Maar Kwik krijgt nog een mogelijkheid. Het zal de laatste zijn van deze wedstrijd. Wie kan de koppen? Bal weggewerkt van de lijn. Puin ruimen. Opvangen. Nou, pompen nog maar een keer. Hupsakee. Alles naar voren. Van der Heijden, ja, zijn benen zijn lang, maar het is gevaarlijk spel. Het blijft bij 1-1. Aantrekkelijke wedstrijd. Puntendeling voor beide ploegen.